Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag donderdag. En Rebecca is niet geweest. Die gaat morgen komen. Ik moet haar straks nog even appen van hoe laat ik weg moet. Want ik moet morgen naar fysiotherapie. Ook dat nog, ja. Maar oké, ik wens jullie wel eerst een hartelijk welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik ben laat. Het is vandaag namelijk 21 maart en het is 16 minuten over 2. En ja, ik zit zelfs nog te eten, maar ik heb telefoontjes gepleegd al, dus ja. En boven nog wat gedaan, et cetera. En ik heb mijn nieuwe jurk aan, ja. Met bommetjes erop, toch leuk. En koffiewater heeft gekookt, dus gaan we even koffie inschenken. Ik heb net mijn eten ook op. Zo. En ik heb gezien dat er nog mensen zijn die lid willen worden van de buurtpreventie. Dus dat ga ik ook allemaal even mee babbelen en toevoegen en doen. Dus ja, ik heb het nog wel even druk, ja. En dan moet ik dat nog doen. Dus ja, komt allemaal goed en ik laat het natuurlijk wel weer zien hoe en wat. En ik hou jullie op de hoogte. Ja, 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 ja. En mijn hondje, nou ja, Vrolijkje, die ligt lekker daar met de lampenkap op. Hé, die wil weer eens niet eten, maar hij heeft wel een plakje worst op. Ja. Dus dat zit er wel in. Maar oké, moet je zelf weten. Niet iedereen is verplicht om te eten en ik geloof dat ik nog wat zie. Wow. Even kijken. Ja, ik moet hem even pakken, ja, er zitten er drie in, wow! In plaats van, zo, wacht even, mijn stok halen, ik moet staan erbij. Even mijn stok pakken. Even kijken. Nee, er zitten er meer in dan drie. 1. 2, 3 en 4, als jullie dat zien. Ik. En dan moet die nog steeds uitkomen. Nou, ik ga Corrie voor bellen. Ja, 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 ja. We gaan Corrie voor bellen. Uit 1, 4 bloemen, hè. Dan moet die andere moet nog. Hij is geweldig. Ik ga daar ook even een foto van maken, bovenaf. Kijken of dat lukken wil, want dat zie je zelf dan niet. Maar het komt goed. Oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag en doe het met een glimlach. Doe ik ook. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben weer druk bezig geweest. De camera leeg te halen en mijn GoPro daar stond van woensdag, afgelopen woensdag nog op. Dus ja, heb ik allemaal leeg gehaald. En als ik het goed had, hebben we nu weer 1, 2, 3, 4, 5 mappen waar 1 het vervolg van de woensdag is. Omdat ik de GoPro toen mee had. En dat wordt te veel voor 1 vlog. Dus dan worden er 2 vervolg. Het is al aardig donker aan het worden in huis. Dat ik het nou enkel de lampen boven de salontafel aan en kunnen we dat bekijken? Ja, die kerstverlichting heb ik aan. Nou, en die lamp heb ik op fel staan, tenminste fel, helemaal fel staat die nog niet, maar wat feller dan normaal, dan heb ik 1, 2, 3 nog niet andere lichten nodig. Nee, zuinigheid met vlijt. Ja, toch? Ja, vind ik van wel. Maar in ieder geval, wat ik nou ga doen, dat is even televisie kijken, even voor mijn diertjes zorgen, even voor mezelf zorgen. Ik zou zeggen, tot vanavond en smakelijk eten. Doei doei! Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is nog steeds morgen. Want het is, hoe laat leven we? 11:29. Ja, het is dus nog steeds morgen. Ik heb alweer het een en het ander geregeld, want ik had weer een aanmelding voor de buurtpreventie. Dus dat heb ik allemaal weer moeten regelen. En ja, het is vrijdag. Astrid die komt niet, want die moest ook naar fysiotherapie, net zoals ik straks moet.
Ze moet daarna de dochter ophalen, die blijft bij haar eten, dus ja, even een beetje anders. En helemaal anders, want gisteren is Rebecca niet geweest, die komt ook vanmiddag, ja. Dus druk, 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 druk. Maar maakt niet uit, nee hè, Frodo, nee hè. Daar ligt meneertje, koekenpeertje. Hé, ja nou. Oeh, wat je ziet, ik ga het staartje even heen en weer, hè. Hier. Lekker ding. En onze prinses die ligt hier op haar troon. Hé? Ja nou. Draantje in je oogje, in het ooghoekje, ja. Nou, en Gandalf die is boven. Want ja, die had een plak worst gehad. En als hij dat krijgt, dan gaat hij achter de deur. En ja, de deur staat wel weer open, maar hij is nog steeds weg. Dus ja. Moet je zelf weten, toch? Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is hier grijs en grauw. Het is nevelig. Daar hangt het mist. Je ziet het amper. Want ik ken de kerktoren en alles kan ik zien. Maar toch hangt het mist. Ik verneem dat op mijn longen. Het is ja, niet lekker voor mij. Maar ik moet er toch doorheen. Dus ga met die banaan. Ja toch? Ja hoor. Ja, wat zal ik verder zeggen? Gewoon doorgaan met alles. Ja, doe ik toch ook. Ja hoor, gewoon doen. En geniet ervan. Met wat jullie gaan doen. Of je nog ziek bent of niet ziek bent. Je kunt op bed kun ook leuke dingetjes doen. Nee, ik vroeger ook doe ik nog wel als ik echt ziek en beroerd en onderweg ben. Ja, en ik leg op bed toe, bij wijze van spreken als ik wakker ben, een spelletje op mijn telefoon of weet ik van wat. Nee, ik ga dan niet naar Facebook, nee. Daar heb ik nog geen zin in, dat vertel je daar niet voor. Maar in ieder geval, alles komt dan goed. En ja, geniet van alles. Ik zou zeggen, tot later als ik weer thuis ben. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis en ik ben back en back en back af. Ja, 20 minuten op de loopband, 20 minuten op de fiets. Ja, ja, dat ik ben net thuis. Ik heb Rebecca al geappt dat ik thuis ben, dus die komt er ook zo aan. Ik ben met koffie bezig, want dan ben ik gewoon toe en... Oh, mensen, ik heb zelfs last van mijn armen ervan. En met mijn armen heb ik in principe niks gedaan. Maar ja, dat bleunen, ja, dat vergt toch ook wel. Maar oké, okay, ik ben weer thuis en het zonnetje komt er doorheen. Eindelijk maar toch, het was, op de heenweg was het koud. Ik moest zelfs mijn handschoenen aan en nu zonder handschoenen, dus toppie. Ja meisje, ja vrouwtje zit thuis een meisje, ja. Wat een dikkie, hè. Ach, gosje toch. Hopie. Dus ja, lieve vrienden, geniet er nog verder van alles wat jullie doen gaan en van het mooie weer. Nou, dat het zonnetje erdoor komt, helemaal goed. Ik zeg het toch strakjes. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes. Frodo heeft weer een schone bank. Ja, 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 ja. Schoonlaken erop, bank helemaal gezogen en al. Huisje is er schoon, alles is er schoon, dankzij Rebecca. Ja, ja, ja. Oh, daar ben ik weer wazig. Nee, maar ik ga wel even de deur dicht doen, want ik voel het kou in mijn nek. Ja, nou, die deur moet wel dicht, tenminste op een kier. Mag die open blijven staan? Zo, dan kan Eowyn en Gandalf er doorheen. En wat is het er met jou? Hij heeft zo lekker gegeten. Heb jij zo lekker gegeten dat het traantje weer in je oogje staat? Hé? Nou, zal ik dat omhoog halen zometeen, hé? Kijken wat je nog over hebt. Ja. Och, meisje toch. Ja, nou. Vertel eens. Zoveel. Kijk nou eens in het ooghoekje, hé? Hopie. Mauw. Is het mauw? Maar ja, is toch lief niet? Ja. Ik ga zo meteen weer even renderen. En proberen die weer naar YouTube te krijgen. Er is er vandaag al eentje bij YouTube
gekomen. Dus het gaat momenteel eventjes goed. Ja, vind ik van wel. Dus ik ga weer aan de slag. Ik ga eerst een bakje koffie erbij maken. Neem ik mee naar de computer. Althans, zet ik wel de salontafel neer hoor. Nou, ze heeft niet veel over. Een paar kleine stukjes nog. Nou, hup het daar. Weg. Zo. Het is weer triest. Het zonnetje is er wel even bij geweest. Maar het is weer helemaal niks. Het is een en al bonkgrijze lucht. Is niet leuk. Is dat bij jullie ook zo? Ja, ik vind het niet fijn. Nee, geef mij maar zonneschijn. Ja, dat ruimt ook nog op van ik vind het niet fijn. Maar oké, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Ik ga voor jullie aan de slag. Doei, doei!